Dus heb ik nog een ansichtkaart, waarop een goed gevulde zaak, een haartje beter hier en daar. Een kapper achter elke stoel is ons gezamenlijke doel, een fraaie coupe voor hem en haar. De salon, ik weet nog hoe het was, iedereen was in zijn zas, zowel de kappers als de klanten. De kapsels met vervaagde kleur, bordjes gesloten op de deur, dat is wat er aan de hand is. Terwijl de kappersbranche moet bloeden, het water aan de lippen staat, moeten we uitgaan van het goede, omdat dit zo niet langer gaat. We maakten alle mensen mooi, de haartjes netjes in de plooi, wassen knippen kleurtje rood. Nu worden wij niet eens gehoord, de steun wordt door ons neus geboord, maakt de problemen extra groot. Thuiswerken wordt gestimuleerd en hier en daar geapprecieerd, maar de kappers moeten skippen. Aan ons wordt duidelijk niet gedacht, we moeten rustig in de wacht, ik mag in mijn eigen vingers knippen. Staat, moeten we uitgaan van het goede, omdat dit zo niet langer gaat. Nu met de handen in het haar, maar dan figuurlijk zonder schaar, zonder geld en zonder klant. De kappersbranche in het hele land, alles ligt hier op zijn kant, staat dik gedrukt in elke krant. Het vaccin geeft goede moed, het komt allemaal weer goed. De zaken moeten toch weer open. Het kappersvak verdwijnt toch nooit, daarvoor is het veel te mooi. Al moeten we het nu bekopen. Terwijl de kappersbranche moet bloeden, het water aan de lippen staat, moeten we uitgaan van het goede, omdat dit zo niet langer gaat. Speciaal voor alle kappers in Nederland, jongens, hou vol.